Onder invloed van de verlichting begonnen in de tweede helft van de 18e eeuw veel rijke Zeeuwen aan een studie van wetenschappen. Uit deze periode stamt ook een van de oudste wetenschappelijke gezelschappen van Nederland, het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. We staan hier bij het 18e eeuwse planetarium, wat door Johan Adriaan van der Perre, een van de leden van het Zeeuws Genootschap, aan het genootschap is geschonken, dat wil zeggen na zijn dood. Het is een 18e eeuws instrument, heel ingewikkeld in elkaar gezet en onlangs helemaal gerestaureerd. Dus het loopt weer, het staat weer te stralen. En het heeft hier een prachtige plek gevonden in de hal van het oude Van der Perrehuis, zijn oude woning waar tegenwoordig het Zeeuws Archief is. Mannen als Johan Adriaan van der Perre staan symbool voor de interesse in de wetenschap van de Europese elite in de 18e eeuw. Een aanzienlijk deel van hen besteedde hun vrije tijd aan wetenschappelijke studies. Zo was Van der Perre een regent, een bestuurder, maar hield hij zich buiten werktijd bezig met natuurkunde. In 1780 richtte hij in Middelburg het Natuurkundig Gezelschap op. Zulke gezelschappen of genootschappen waren in die periode in heel Europa en ook in Nederland populair. Het doel van die genootschappen is wetenschap bevorderen en wetenschap verspreiden. Wetenschappelijke kennis, nieuwe inzichten verspreiden door publicaties, door met elkaar in discussie te gaan over allerlei zaken en door verzamelingen. Door met behulp van spullen te laten zien wat de enorme diversiteit van de wereld in het grote is, maar dan in het klein getoond. Al voor het Natuurkundig Gezelschap werd in 1769 in Vlissingen het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is daarmee de oudste wetenschappelijke vereniging van Zeeland. Het Zeeuws Genootschap komt voort uit een leesgezelschap wat een jaar eerder in Vlissingen was opgericht. Een aantal heren wat samen boeken besprak, een eigen bibliotheekje creëerde. Een jaar later besluiten ze om zichzelf uit te breiden met enkele andere mensen en het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen op te richten. Wat veel meer is dan een leesgezelschap, want nu gingen ook zij prijsvragen uitschrijven, wetenschappelijke verhandelingen houden, publiceren, mensen stimuleren wetenschap te bedrijven en een grote verzameling aanleggen. Al vanaf het begin in de kamers in Vlissingen. Later zijn ze verhuisd naar Middelburg. Het Zeeuws Genootschap, met op haar logo de zeven muzen van de kunsten, gezeten op een rots, genoot vanaf het begin veel aanzien en had prominente leden, zoals de theoloog en historicus Jona Willem te Water en de in Zwitserland geboren geneeskundige David Henri Calandat. Het genootschap bevorderde, ondersteunde en publiceerde wetenschappelijk onderzoek in Zeeland, maar wist vooral ook een imposante collectie bijeen te brengen. Ja, de verzamelingen van het genootschap zijn echt uniek. Dat is een hele bijzondere oude verzameling. Vanaf het begin opgebouwd. Er is zelfs een heel museum uit voortgekomen waar nu het Zeeuws Museum de opvolger van is. We staan hier dan ook in de wonderkamers in het Zeeuws Museum, waar een groot deel van die collectie te vinden is. En een van de dingen die echt iedereen kent, in ieder geval elk kind, is de mummie die in 1783 geschonken werd aan het genootschap door Adriaan Moens. We hebben hem een paar jaar geleden laten runchen om te kijken of het nou een echte mummie was. Het bleek een meisje van 12, 13 jaar oud met nog wat extra botten. Dus hij is wel in de tijd in Egypte als toerist opgelicht. Het was niet een volledige mummie, maar het is wel een heel spannend gek ding. Het Zeeuws Genootschap, dat zich sinds 1969, toen het 200 jaar bestond, het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen mag noemen, bestaat nog steeds. Het Zeeuws Genootschap publiceert nog steeds het jaarboek en een tijdschrift. Het organiseert symposia, lezingen, dat soort zaken. We zijn heel actief nog met de verzamelingen. We kopen dingen aan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook jaarlijks een bottenvistocht waar we in de put voor Terneuzen op zoek gaan naar restanten van prehistorische beesten. En die opvissen en aan de verzameling toevoegen. De collectie van het genootschap, die in bruikleen aan andere instellingen is gegeven, is nog steeds van groot belang voor het cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed van Zeeland. Zoals een deel van de belangrijke streekdrachtcollectie van het Zeeuws Museum of het bekende touwslagerswiel van Michiel de Ruiter in het museum in Vlissingen.
Maar het genootschap is ook eigenaar van 3 Vlietbergen, zoals de Berg van Troje in Borselen. En ze bezit de oudste verzameling prenten, tekeningen en foto's met betrekking tot Zeeland. Met kaarten, plattegronden, landschappen en portretten. Vanaf de 18e eeuw dragen in West-Europa wetenschappelijke genootschappen bij aan de verspreiding van kennis. Zo ook het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, dat nog steeds bestaat en tot de oudste en belangrijkste van Nederland behoort.